We zijn ooit heel dit project Bosgrens begonnen. Dat was een vaag idee met mijn eigen band, muziekvereniging De Klinkse Bossen. En wij hebben toen iemand leren kennen en die had een heel archief van verhalen en opnames, interviews met smokkelaars. En we hadden er toen al muziek onder geschreven. En toen uiteindelijk is dat idee gegroeid en is Chris Driegen van Hol Architecten erbij gekomen en Tamara Esseling van Oeverloos. En toen is het project groter en groter geworden en zijn we dus gestart met grensbewoners te interviewen. Die grensbewoners, wat voor ons heel belangrijk was, was dat die zowel vanuit Nederland en als België waren en dat we dat probeerden gelijk te verdelen. En met die interviews zijn wij dus in de studio gedoken met muziekvereniging De Klinkse Bossen. Dat is met nog twee collega's van mij, Jan Dogen en Juri van Nuffelen. En dan zijn wij in de studio gedoken om onder die interviews muziek te maken. Dus eerder een soundscape-achtige muziek, een beetje vergelijkbaar met filmmuziek. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dat was niet altijd een evidentie, omdat als mensen praten in horten en stoten. Soms is er weinig samenhang, omdat iemand wil iets vertellen en die springt ineens twee stappen verder om dan terug te komen waar dat hij mee begonnen was. En daar moesten we dus wel een geheel mee krijgen. Dus het is heel veel puzzelwerk geweest. Ik denk dat we zeker een volle maand in de studio hebben gewerkt aan de plaat, aan de opnames. Want we zijn dus ook letterlijk met nul begonnen. We hadden al wat demo's uitgeschreven, maar we hebben ook letterlijk stemmen beginnen te knippen en dan te horen van wat past hierbij. Sommige tracks werkten dat helemaal niet en moesten we terug opnieuw beginnen. En zo zijn we puzzelstukje voor puzzelstukje en we heel het project de muziek voor geschreven. Maar wat mij het meeste interesseert is dat mensen de verhalen uit de streek van oudere mensen, jongere mensen, dat die gewoon kunnen gaan beluisteren en beleven op de klankwandeling. Dit zijn ze dus, onze grensbankjes. Ja. Wanneer je op gaat zitten en je hebt de app gedownload, dan openbaart zich vanzelf vanuit je koptelefoon of je oortjes een grensverhaal. Ondersteund door muziek van muziekverenigingen De Klinkse Bossen. En op heel deze route zijn 10 bankjes, punten te vinden. Met 10 verschillende grensverhalen van lokale bewoners natuurlijk. Wanneer je die QR-code hebt gedownload, dan zie je dus een app. Die app die download je. Je laat alles toe van locatievoorzieningen. En je ziet een kaart dat je kan bewandelen. Er wordt ook heel goed aangegeven waar dat jij bewandelt op dat punt. Op het moment dat je aan een bankje komt, dan gaat automatisch die track afspelen. Dus hoef je niks voor te doen. Dus je hebt alle zintuigen vrij om deze streek te beleven eigenlijk. We komen uit een vreemde periode waar toen echt de grenzen dicht waren. En dat voelden we zelf ook in interviews. Dat heeft terug de twee gemeenschappen meer uit elkaar getrokken. De Belg keek op de Nederlander. De Nederlander keek op de Belg. Ik woon zelf in de Nederlandse klingen. Ze is Vlaming. Ik woon hier natuurlijk op de grens met de Belgische klingen. Een ettelijke jaren geleden hebben we Chris, onze architect, van ons midden leren kennen. Wij hielden ons bezig met dezelfde soort culturele activiteiten. En we zagen eigenlijk dat er alleen de Belg ging naar de Belgische activiteiten. En de Zeeuw ging alleen naar de Zeeuwse activiteiten. En het gekke is dat we één het niet wisten van elkaar. Maar dat het ook gewoon niet gebeurt. En dat vonden we een beetje raar. Van kan dat nou? We zijn buren, maar wij leven letterlijk met de ruggen naar elkaar toe. Maar toen ontdekten we wel dit bos, de Klinkse Bos of het Stropisch Bos, of de Waterwinde Bos in Sint-Jasteen, dat er eigenlijk de enige site is waar we de Vlaming en de Zeeuws-Vlaming heel graag komen en dat we eigenlijk heel makkelijk met elkaar in contact komen. Mm-hmm. Niet zo makkelijk daarbuiten. Ja, het is van beide kanten van de grens, dus dat is het idee dat we met gelijkgezinden iets hadden van ja, het is wel de verbinding tussen Klingen en de Klingen, buiten dat dezelfde naam was, is er niet echt veel gemeenschappelijk. Dus we proberen met dit initiatief een beetje iets gemeenschappelijk op te bouwen. Daardoor dat we het bouwproces er ook bij betrokken hebben, dat we het niet gewoon louter individueel laten bewandelen, maar dat we ook de mensen bij inbrengen door samen iets te bouwen, omdat dat effectief een band kan smeden. En dat is een beetje de doelstelling. Het doel van het collectief is terug die twee landen samen te krijgen.
Er zijn misschien verschillen. Er is sowieso al een verschil in taal, in gewoontes. Maar is dat erg? Zit nog altijd die stomme grens? Maar het grappige ook hier is in dat bosgebied. Iedereen moest aan zijn kant van de grens blijven. Maar er was één plek waar iedereen zijn voeten aan veegde. Dat is hier in het bos. Want iedereen ging hier wandelen. Ze gingen niet ineens, oh nee, ik moet naar mijn bos in België blijven of ik moet verder weg blijven. Nee, dit was één. En dat is voor ons ook een belangrijk gegeven van, laat ons dat bos één houden voor iedereen en zelfs nog verder. And there's quite a bit of that here that I enjoy. We hebben het over hoe moeilijk alles ging en waar alles over liep. En in de graanstreek. Dat was inderdaad één. Dat is het leuke van de grens, dat je een heel verschillende invloeden hebt van vandaag. Maar wat is typisch Klings dan ook? Quality of life. Wandeling Bosgrens. Tot stand gekomen met de hulp van veel goed volk. Dirk van Driessen, Wilfried Maas, Steffi van Kouter, Joris Goossens, Walter van de Branden, Robin Velgen, Silke Koemans, Jan Rubens, Barbara Mulijn, Heinrich Bierman, Janne Bierman, Aiste Grim, Maiko Maas, Ingrid Maas, Niels van Duizen, Marleen Haartse van de Branden, Alex Wieland, Freddy de Blijzer, Lilianne van Kouteren, Nele Merks, Wim Oppens, Olivier van den Bergen, Dimitri Sponselee, Marleen Noens, Wies Bast, Steven van Authentic, Steven van Huffelen, Dirk, Sander, Pieter Dane, Lize Stuur, Lien en Remy, Rudy Sanders, Bob Sanders en natuurlijk Annie Sanders, Raf Driegen, Alwin Jonkers, Freddy de Blijzer en zijn maat Hans. Tinus, Matthias, Kasper Mols en al zijn dames van de scouting. Al die dames ook ongelooflijk bedankt. Dayo, Niels Wittig, Joey Wittig en Bart Wittig. Van Stichting Kragel willen we dankjewel aan de Leest voor al ons prachtige printwerk. Timo Knierim, Colia Aaschier, Elke Driegen,
André Hannes, Tine Berings en haar dochter Marie. Van het Zeeuwse landschap, Bert, Tony en Jacques. Jury van Uffelen, achter mij. Jan de Hoog op de drums. Lars Sanders. Linda Engels, achter de bar. Jeff van Brakel. Raven Sanders. Torres Sanders. Sophie de Man. Sien Sonk, Werner de Witte, Tom van Wezenmaal, Tine de Maaier. Joyce Timmermans. Smet Aniek, Gunther van Kampenhout, Lorette Permentier, Valerie Lambertijn. Dan hebben we van het team Scalda. Beginnen we eerst met de docenten René, Marleen en Danny Esseling. En de studenten Noud en Sander. In het bijzonder, want het was een enorm team, maar die twee in bijzonder. Runa Kuller. Erik de Keizer. Juri Engels. Jeroen Willemsen van Egedes. Geertje van der Meer. Luc Sponselee, DJ Mama Luc. Bert Verbeke, Omroep Hulst. En als laatste, Chris. En Tamara. Wij zijn Rits Collectief. Met deze willen we graag onze klankwandeling Bosgrens voor de open verklaren. Maar daar zoeken wij nog een speciale dame voor. Twee speciale dames. Als eerste de voorzitter van ons collectief, Geert van der Meer. Zou jij het mee willen helpen openen? En Lilian, de ster een beetje van deze site. Lilian van Kuiteren. Aan jou de eer samen met Geert om de strik te openen, zodat het officieel geopend is. Kwijt. Burgemeester Mulder. Ja, dankjewel. Dit is toch wel heel bijzonder, zo in de natuur, met dit prachtige weer. Het is niet te heet gelukkig, maar het is wel gezellig. En dan op de grens eigenlijk die een belangrijke rol speelt in ons gebied. En wat dit bosgebied betreft, ik denk dat wij de afgelopen 2 jaar hebben moeten merken dat er heel veel activiteiten niet door konden gaan door het COVID gebeuren. Maar hier in de bossen weet ik dat heel veel mensen binnen de grens, ondanks dat de grenzen gesloten waren, elkaar toch hebben kunnen ontmoeten. En dat vind ik ook wel iets bijzonders, dat wil ik toch nog even noemen. Families, ouders, opa's en oma's die aan de ene kant van de grens woonden, de kleinkinderen aan de andere kant, die spraken dan af in het bos ergens om elkaar te kunnen ontmoeten. En dat is prachtig. Ik heb zelfs de MKZ-crisis nog meegemaakt. Toen is ook de grens dichtgetrokken. En toen zag je ook binnen een paar weken zag je ineens al die grensopeningen ineens weer terugkomen. De oude smokkelroutes, zou je kunnen zeggen. Nou, dan zie je dat we, ondanks dat de grenzen opgetrokken worden, dat we elkaar toch weten te vinden. Ja, en dan dit project, een stuk kunst, een stuk muziek, een stuk historie, wat dan samengaat met ook weer het gebruik van de producten uit het gebied, is werkelijk magnifiek. En ik hoop dan ook dat heel veel mensen hier en kinderen, gezinnen, ook van gaan genieten, gaan ervaren hoe mooi dat is. Deze creativiteit is echt top. Ik zou het niet weten waar dit soort initiatieven ooit hebben plaatsgevonden. En dat hier op de grens. Dus een hele vette chapeau voor het initiatief. Yeah. En ik zeg toe, omdat we als EGTS aan deze kant, niet van de grens, maar van het bos, om het zo te zeggen. Want we zijn natuurlijk bezig met de Zeeuws-Waasse bossen. Om juist dat bosgebied ook op elkaar af te stemmen. En ook te zorgen dat het in de toekomst ook gezond blijft. In oktober hopen we het uitzichtpunt te kunnen onthullen.
op de grens tussen Stekene en Hulst. Ook een magnifiek punt. En ik zou zeker ook jullie daarbij betrekken. Want op die manier hebben we die grensoverschrijdende samenwerking. Die moeten we op allerlei mogelijke manieren gestalte geven. Dus een vette chapeau en heel veel succes. En ik hoop dat er veel mensen van gaan genieten. Dank je wel. Voor ons is dit project niet het begin of het einde. Dit is gewoon een start. En nu zijn we al druk aan het brainstormen van wat gaan we verder doen. 50 uur. Hallo. Die zijn ook 50 uur. Ja. Dan voel je echt super hard. Oh, okay.